Als Nederland zijn wij deel van de Europese Unie. Sterker nog, wij stonden aan de voet van de oprichting. Toen nog de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Het doel van die eerste samenwerking was het voorkomen van oorlog. En nu gaat de Unie over heel veel meer dan alleen veiligheid. We zitten echt in een soort paradigm shift. Dat heeft te maken met existentiële crises. Zoals de klimaatcrisis, maar ook de biodiversiteitscrisis. Maar ook de geopolitieke veranderingen. Er zijn nieuwe machten bijgekomen die ook hun stoel aan de tafel willen hebben. Data is niet neutraal. En daarom is het heel belangrijk dat we echt ethische kunstmatige intelligentie hebben die gebaseerd is op mensenrechten. We really want to be transparent. Whoever puts a lot of money into lobbying for a certain file, you have to know that. De kracht van Europa en de kracht van die diversiteit zit er ook in dat je probeert met z'n allen de taart wat groter te maken, zodat iedereen een beetje wint. Waar we vanaf moeten is het idee van dat hoe minder Europa en hoe zwakker Europa, hoe beter. Vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van diensten, vrij verkeer van personen, wat allemaal samenhangt met die stabiele interne markt. Dat is wat we hebben afgesproken in Europa, dat ook iedereen dat netjes nakomt. En nu opeens is duurzaamheid, dat merken we hier ook in Brussel, het is niet meer het jongetje wat op het laatst in de vergadering nog zijn vinger opsteekt en zegt, moesten we niet ook nog wat met duurzaamheid? Het is nu het hoofdonderwerp op de agenda. In deze serie werpen wij een blik op de Europese Unie, hoe zij functioneert, hoe wordt omgegaan met verschillende nationale en internationale belangen en wat de actuele Europese vraagstukken zijn. En op het belang om continu te blijven werken aan een sterke Unie voor de toekomst. We zitten met z'n allen in de Europese Unie omdat we daar willen zijn. Omdat we daar belang bij hebben met z'n allen. Het is belangrijk dat we ons dat blijven realiseren. We kunnen het samen doen. En dat brengt onze verscheidenheid als land, als cultuur, niet in het gedrang. 27 landen met zulke verschillende achtergronden iedere keer weer op één lijn krijgen, dat is fantastisch.